Je kent het wel, dat opwindende gevoel wanneer je favoriete club na een lange zomerstop eindelijk weer de wei in mag. De tijd van veel te dure zomeraankopen, het pasgemaaide gras en pezen in de provincie. Dit is ook de periode waarin iedere voetbalsupporter eindeloos mag blijven fantaseren. Van eindelijk eens een kampioenschap tot nog een jaartje langer in de Eredivisie. Hoe dan ook, de voetbalzomer is een periode van eindeloos optimisme. Welkom bij de vierde aflevering van de FWA Voetbal Talkshow. Voorlopig de laatste aflevering voordat we gaan genieten van een welverdiende zomerstop. Want het was weer een slopend schooljaar, jongens. Want ook wij moeten weer onze batterij opladen om weer eens te gaan knallen voor het volgende voetbalseizoen. De trainer van de FWA Voetbal Talkshow heeft weer een sterke opstelling het veld ingestuurd. Te weten, Trevor Wagener. Goedemiddag. Uiteraard ook Daniel van Bokhoven. Goedemiddag. En ja, terug van weg geweest, van de tribune weggeplukt ook weer. Sovio Santo. Yes, ik ben ook weer bij. Hoe was het op de tribune? Ja, was gezellig. met pijn en moeite moeten kijken hoe wij het moesten doen. Ja, maar jullie hebben het goed gedaan. Ik ben trots op jullie. We hebben nu, ja, Jules Seger zit eventjes nu ook op de bank. Ja, dat moet ook wel eventjes gezegd worden. Hij hoort normaal gesproken ook altijd bij. Jeroen Metsaars op de regie en Geer van Bezouw op de techniek. En mijn naam is Sjoerd Vos als presentator. Ja, mannen. We hebben de Confederations Cup gehad. Hebben jullie zitten kijken? Ja, deels. Nou, eigenlijk niet zoveel in vergelijking met de vorige Confederations Cup. Maar waar het aan ligt, weet ik niet. Ja, ik ook niet. Maar toen had ik ook iets meer zin in het WK of zo. Misschien dat het daar aan ligt. Ja, dat zou best kunnen, ja. Het was in Brazilië natuurlijk. Veel leuker dan in Rusland. Ja, minder gedoe eromheen inderdaad, misschien. Maar komt het ook misschien dat Duitsland een B-elftal stuurde? Dat je dan zoiets had van, nou, het hoeft niet zo? Nou, dat maakt mij persoonlijk niet zoveel uit. Want ik vind Duitsland altijd leuk om naar te kijken. Ook het B-team zit echt genoeg leuke spelers tussen, maar... Ja, Duitsland was gelukkig wel het enige team wat met een B-elftal aantrad. Want als je Chili et cetera zag, nou, dat ging er gewoon vol voor. In Mexico. Dus in die zin hebben we ons niet hoeven vervelen. Maar persoonlijk heb ik het niet als storend ervaren. Nee, helemaal niet. Wat Daniel zegt, dat is correct. Ze hebben genoeg leuke spelers lopen. Veel jongens waren ook weg met onder 21 nog en dergelijke. Ja. Dus ja, het baart me eigenlijk meer zorgen dat ze zo verdomd goed zijn. Als je het zo ziet lopen. Want ja, de Confederations Cup is dat je B-helft ervoor moet stellen. Er zit al zoveel automatisme in, zoveel voetbal eigenlijk. Voor welke En voor welke spelers hebben jullie dan genoten bij Duitsland? Draxler. Ja, en Goretzka. Ja, want voor de meeste mensen die kennen die namen wel, maar Goretzka bijvoorbeeld, wat voor voetballer is dat dan? Ja, ik heb hem niet gezien bij Schalke hoor, maar wat ik zag was wel echt indrukwekkend, ja. Zo. Ja, een beetje, als je kan vergelijken met vroeger, een beetje type Haman, veel lopen, pasen, goed voor de goal, goed schot. Ja, ontzettend, wat ik al zei, loopvermogen. Veel uithoudingsvermogen, ja, gewoon echt een sloper eigenlijk, zoals je ze niet zo heel vaak meer ziet bij Duitsland. Waar we ook wel met z'n allen wel iets van mee hebben gekregen is de videoscheidsrechter. Want de wereld maakte kennis tijdens deze Confederations Cup met de Video Assistant Referee, oftewel de VAR. Vol verwachting keken we dus uit naar de verrichtingen van deze video-arbiters. Maar de voetbalwereld zag ook dat zij niet altijd aan het juiste eind trokken. We gaan erover praten met de oude topscheidsrechter en columnist van onder andere Algemeen Dagblad Haagse Courant, Mario van der Ende. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Goedemiddag. Hoe vond jij de optredens van de videoscheidsrechters? Ja, zeer wisselvallig. Allereerst moet ik zeggen dat ik een voorstander ben van videoreferiing. Omdat je daardoor het veld, het spel en de uitslag in ieder geval positiever kan benaderen. En dus wat dat betreft denk ik dat het een goede toevoeging kan zijn. Alleen de uitvoering... op dit toernooi, want het is daarvoor ook al bij de WK 120 in Korea en een keer bij de wereldkampioenschap voor clubs ook gebruikt. Ja, dat laat natuurlijk ver te wensen over, want er waren natuurlijk voorbeelden bij dat je zegt van dit is absoluut geen goede toevoeging. Hoe verklaar je dat dan die videoscheidsrechters nog wel eens fout dan kunnen maken, ondanks dat ze talloze keren die beelden kunnen terugkijken? Nou ja, dat heeft alles met kwaliteit te maken van de man in het veld en de man in de cabine. Plus de uniformiteit. Hè. Je ziet op een gegeven moment zelfs in de finale een oproep van de videoreferie naar de scheidsrechter dat er eventueel een elleboogstoot zou zijn gegeven en voor hem een rode kaart, want dan mag hij ingrijpen. Ja, dan zie je de scheidsrechter zie je naar de kant toe lopen, het beeld bekijken en die geeft geel. Ja, dan begrijpt natuurlijk helemaal niemand het meer. En dan, wat ik dan zeg, dan is de uniformiteit is natuurlijk ver te zoeken. Hoe kijk jij dan daarnaar als oud scheidsrechter? Nou, dan...
Ja, ik heb afgeleerd om me boos te maken, maar met kromme tenen zit ik wel in mijn schoenen, want dit kan gewoon niet. Wat zou dan anders moeten? Moet het meer gefine-tuned worden? Hoe moet ik het voor me zien? Fine-tunen moet zeker. Kijk, waar ik een beetje moe van word, dat zijn natuurlijk al die halleluja-verhalen die je dan van de FIFA hoort, van Basten, van Colina, van Busacca, van Infantino. Alle grote jongens, ja, die ongetwijfeld hun project willen steunen. En daar ben ik, nogmaals, in oorsprong ben ik er van harte van eens. Maar ja, zoals de uitvoering nu is, ja, dat betekent dus dat je allereerst goede mensen op het veld moet hebben. Hè? Colina, die hoor ik dan zo op een gegeven moment zeggen, de oud-scheidsrechter, van ja, de scheidsrechters lopen nu wat meer ontspannen in het veld, omdat ze altijd nog kunnen rekenen als een soort vangnet op die VAR, op die videoreferie. Ja, dan denk ik, volgens mij moet je zo scherp zijn als een mis als je in het veld loopt en moet je alles willen zien. Maar Mario, is het verbeteren van die communicatie niet eigenlijk gewoon heel makkelijk, namelijk gewoon alleen maar dezelfde nationaliteit als één team fungeren? Want nu zag je heel veel nationaliteiten door elkaar. Ja, maar ik denk dat nog wel meevalt. Kijk, want als je dus ook gewoon kijkt naar de communicatie, hoe het is gegaan in Nederland, hè, dan spreken we natuurlijk ook allemaal dezelfde taal. En als je dan de laatste competitieronde bij de wedstrijden van NEC tegen NAC Breda en van Roda MVV, dan zie je ook dat de scheidsrechter een drietal, viertal keren gecorrigeerd wordt door de videoreferie. En een aantal malen ook totaal niet. Dus ook daar zijn er nog heel veel haken en ogen. Dus dat betekent gewoon dat alles valt en staat met kwaliteit in mijn ogen. Is een veldarbiter meteen ook een goede videoscheidsrechter? Nee, dat hoeft natuurlijk niet. Mm-hmm. Maar doorgaans denk ik dat de beste scheidsrechters op het veld, die dus een goed waarnemingsvermogen hebben en het gelijk goed kunnen interpreteren, want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Hè, maar iedereen die je vraagt over die elleboogstoot, wat ik net zei, van die Chileen tegen Duitsland, daar zullen 99 van de 100 mensen zeggen het is een elleboogstoot, alleen die man op het veld niet. Dus het wil niet altijd zeggen dat je goed op hetzelfde bent en dan een goede neemt. Maar het moet inderdaad, wat jij het woord hebt gezegd, gefine-tuned. Maar ik denk dat dat nog heel stringent en heel sterk moet afgestemd worden. Jij hebt natuurlijk ook bij de FIFA gezeten als docent scheidsrechters, dat klopt toch? Ja, onder andere. Ja, en ja. Is het zo dat de FIFA nog naar jouw raad zou kunnen luisteren? Nou ja, ik denk dat ze, als ze gewoon eerlijk in de spiegel kijken, en dat ook moet, denk ik, en dat is dan niet zoveel halleluja-geluiden laten horen, maar echt daadwerkelijk aan de slag gaan met die scheidsrechters. En ik heb dat wel eens eerder ook geroepen. Kijk, je ziet nu nog steeds dat het een afspiegeling is, dat elk land mag dan iemand afvaardigen. Ja. En dat vind ik, het is gewoon omdat de meeste landen tevreden gehouden moeten worden en dat ze veel landen bij de FIFA... dat zijn allemaal stemmen, zeg ik altijd maar, voor de grote jongens. Dus die willen ze allemaal tevreden houden. En het wordt nu gewoon eens tijd dat ze echt voor kwaliteit gaan kiezen. En als dat dan 6 mensen uit Duitsland, 6 uit Luxemburg, van mij dat 6 uit Liechtenstein, een nog kleiner voetballand, dan denk ik van, daar moet je naartoe echt voor kwaliteit gaan kiezen. En zorgen dat in de opleiding dit helemaal gestroomlijnd wordt. Ja, want het is eigenlijk toch ook heel vreemd dat een toernooi om de Confederations Cup, dat er eigenlijk gewoon de B, C, misschien wel D-categorie van de scheidsrechters komen. Daar hoort toch gewoon de beste scheidsrechters. Dat is niet waar, hè? Want dit zijn allemaal scheidsrechters die dus al gekozen zijn en scheidsrechters die geselecteerd zijn. Zelfs als bij de WK onder 20 en bij de wereldkampioenschap voor clubs, die dus volgend jaar in Rusland actief kunnen zijn. Okay. Dus ze hebben al die voorselectie gemaakt. Maar nogmaals, kijk maar het lijstje na. Uit alle landen één scheidsrechter, of uit veel landen één scheidsrechter. Ja, en dat zegt voor mij gewoon genoeg dat ze niet altijd dat kwaliteit niet altijd leidend naar kwantiteit leidend is. Is de kans dan ook groot dat die scheidsrechters die dan, laten we het maar duidelijk zeggen, een fout hebben gemaakt door middel van de vier scheidsrechters, dat hun kans op een WK te fluiten dan ook ineens een stuk minder is? Nee, dat denk ik niet. Omdat vaak zonder assistent scheidsrechter zullen deze scheidsrechters gewoon al hebben laten zien dat ze gewoon goed kunnen functioneren. Alleen komt er nu natuurlijk een hele andere dimensie bij. Ja, waar velen nog nooit mee in aanraking zijn geweest. Nou, dat is natuurlijk wel heel typisch. Hè? Als je praat over een groot mondiaal gebeuren, dan had je natuurlijk die scheidsrechters al lang een keer in een competitie kunnen laten fluiten waar bijvoorbeeld al gebruik wordt gemaakt van een videoreferie, dan had je die mensen in ieder geval veel beter voorbereid. En nu is het gewoon een mislukte voorbereiding en in mijn optiek ook nog steeds een bijna mislukte uitvoering. Kortom, het idee is goed, de uitvoering kan beter.
Veel beter. Mario, hoe zou er in aanloop naar het WK in Rusland dan nog verder mee geëxperimenteerd mogen worden? Want je moet er eigenlijk niet aan denken dat er in Rusland ook arbitrale dwalingen plaatsvinden als die videoscheids ja, misschien al in een verder stadia is qua ontwikkeling. Nee, maar dat hoor je nu ook al van de grote heren. Laten we even zeggen, de grote heren die bij de FIFA dus een positie in hebben, die zeggen dus gewoon van ja, fouten kunnen altijd gemaakt worden. Dat is natuurlijk heel duidelijk, maar je moet het natuurlijk nooit als excuus op gaan voeren. Hè, kwaliteit moet altijd leidend zijn en ik denk gewoon dat je de scheidsrechters die volgend jaar in Rusland actief zijn op het WK, dat je die dus gewoon in competities waar het systeem gebruikt wordt, ja, al mee aan de slag laat gaan. En dat ze in ieder geval daar een aantal malen mee hebben geëxperimenteerd. Dan denk ik dat het een soort gewenning wordt, waardoor de kwaliteit absoluut verbetert. Mario van Ende, we gaan u bedanken voor uw toelichting over de virus. Zij zegt, we gaan deze ontwikkelingen blijven volgen. En ook uw columns natuurlijk ook en uw mening op Twitter. Heel goed, veel succes met de uitzending. Dank u wel. Okay. Mario van Ende, oud-topscheidsrechter en columnist in diverse media. En ook Twitteraar, want ik lees het iets ook heel erg graag. Ja. Jovinho, de videoscheidsrechter, ja, we hebben natuurlijk het voorbeeld van Gara, de Chileen genoemd, die de elleboogstoot gaf aan Werner van Duitsland. Maar er is natuurlijk nog veel meer gebeurd. Ja, waar ik echt van schrok, was de wedstrijd van Cameroen tegen Mexico, volgens mij. Tegen wie was het? Het was in ieder geval bij Cameroen, tegen Duitsland. Er werd een rode kaart gegeven aan de nummer 15 die naar de nummer 2 moest gaan. Ja, zie je niet inderdaad, ja. Ik kan toch wel de rugnummers uit elkaar halen. Toen schrok ik echt, toen dacht ik, oké, dit is heel apart. Het is ook inderdaad wel heel raar, want je ziet ook overduidelijk in de herhaling nummer 2 maakte die overtreding. En dan geef je aan nummer 15 een rode kaart. En uiteindelijk ben je daar gewoon 4 minuten mee kwijt, hè? Bizar. Ja, en het is ook gewoon niet meer leuk om naar te kijken op een gegeven moment. Nee. Het wordt gewoon, ja, gewoon raar. Maar ook met doelpunten, want er zijn ook bepaalde fases die je ook tijdens deze Confederation Cup hebt gehad, dat dan een doelpunt onterecht wordt afgevlaggen bij het spel. Of wat doe je als iemand toch niet buiten spel staat en je hebt een hele grote kans die dan daaruit ontstaat. Ook daar zitten nog kinderziektes, neem ik aan. Ja, het ergste was denk ik nog wel bij Portugal, dat daar gewoon letterlijk al een hele aanval voorbij was. En dat toen nog werd gefloten en je zag iedereen kijken van, ja, wat is er nou in de hand? Ja, buitenspel. Voor iets wat dus, nou ja, zeg 30 seconden geleden of zo was. Ja, bizar. Ja, die communicatie lijkt wel veel te langzaam te gaan. Want Daniel zegt dat alleen zo'n voorval duurt door vier minuten. Ik weet ook niet zo goed wat het belang erbij is om het, om het zo lang te laten duren. Misschien kan het niet sneller. Of willen ze zo min mogelijk fouten maken. Maar ja, ook dat is natuurlijk niet helemaal gelukt. Alleen, ja, het is een beetje gek dat er al heel lang over geroepen wordt dat het een experiment is. Nou, dan zou je verwachten dat zo'n experiment, ook al mogen daar natuurlijk niet alle plootjes gelijk glad zijn, maar dat het wel iets beter gaat en niet zulke komische fouten eigenlijk oplevert. Want dat was het toch wel. En ja, ik weet niet, ik ben nog steeds niet overtuigd dat dit gaat helpen. En dan helemaal die knokpartij. Ja, ja. Dat was ook echt, dat kon echt niet. Nee. Maar ik ben ook benieuwd of het... Heel de wereld wordt geschorst op videobeelden. Ja. Ze slaan elkaar de hersens in. Yeah. Nee, maar uiteindelijk werden ook alleen de spelers gestraft die dan bij de overtreding betrokken waren. Ja. Terwijl er daarnaast gewoon nog echt... Ja, mensen werden gewoon geslagen en geduwd en weet ik veel wat allemaal. En die worden niet bestraft. Eén hele kaart, hè, werd er getrokken. Ja, twee volgens mij. Later nog... Belachelijk. Nou ja, jongens. Als ik het zo hoor, er moet gewoon nog heel het een en het ander veranderd worden bij die videoref. Want Ik was er eigenlijk best wel tevreden over hoe het in de beker in Nederland ging. Dacht ik, we gaan de goede kant op. Maar na de Confederations Cup denk ik, zouden we nu naar het tennissysteem moeten? Dat je een paar mogelijkheden hebt om zo'n videoref erbij te pakken. Dat de club zelf mogen kiezen. Ja. Dat je op een knop drukt of zo. Pang en dan valt alles stil. Een grote zoomer of zo. Ja. Ja, en dat je misschien ook bij rugby, wat je ook hebt, dat je ook kan meeluisteren naar de videoscheidsrechter. Dat is misschien ook wel Maakt het wel transparanter. Ja. Ja, klopt. Ja. Dat zijn dingen die ze wel mee moeten nemen, denk ik. Bij zo'n FIFA. Maar zou het dan aan jullie moeten zijn dat je dan bijvoorbeeld 3 keer per wedstrijd er gebruik van mag maken? Of gewoon eindeloos? Wat mij betreft wel. 3 keer. Eindeloos zou ik niet doen, maar gewoon 3 keer of inderdaad. Ja. Of per helft een keer. Misschien dat je daarna niet meer mag zeuren als je toch je kans op zijn in die zin. Ja. Nee. Ik weet niet. Een systeem dat nog in ontwikkeling is. De beste stuurlers zijn ook, of zitten in ons geval op de stoel. Nog iets meer dan een week en dan barst in ons land het EK vrouwenvoetbal los. Het vrouwenvoetbal in Nederland is een opkomst en dat is te merken aan het enthousiasme dat begint los te komen. Niet alleen op het veld, maar ook buiten de lijnen zijn vrouwen in opkomst binnen het voetbal. Zo ook Marlou Peters, oud middenvelder van PSV en komend seizoen trainster van de vrouwenselectie van Sporting 70. Zij heeft ambities als voetbaltrainster en volgt het vrouwenvoetbal nog altijd ruim op de voet. Goedemiddag Marlou.
Hi, hallo. Begint het al te kriebelen, het EK? Ja, zeker. Het begint heel erg te kriebelen. Het staat voor de deur nog 10 dagen, dus we hebben er zin in. Want jij bent ook betrokken als projectleider bij het EK Vrouwenvoetbal. Wat is jouw rol dan precies? Mijn rol is eigenlijk voorafgaand aan het EK heel erg geweest. Dus ik ben projectleider van het activatieprogramma geweest. Dat betekent dat we eigenlijk 100 dagen voorafgaand aan het EK allerlei evenementen in de stad Utrecht hebben georganiseerd om het meisjes- en vrouwenvoetbal imago te verbeteren, zeg maar. Mm-hmm. En wat merk je daaraan? Dat het al begint op te komen, dat mensen enthousiaster worden. Ik zeg het ook wel een beetje, maar hoe kan je dat peilen? We hebben het vooral gepeld door middel van de verenigingen te ondersteunen. Dus we hebben bij verenigingen vooral evenementen neergezet. En daar kun je het eigenlijk gewoon aan zien dat er meer meiden zich hebben ingeschreven dit jaar om te willen voetballen. Mm-hmm. Jij bent zelf ook als trainer actief. Hoe verloopt jouw carrière? Eigenlijk wel goed. Ik ben 2 jaar geleden zelf gestopt met voetballen, omdat ik door blessures eigenlijk niet meer verder mocht. Toen heb ik eigenlijk de switch gemaakt naar trainer zijn, omdat ik toch nog steeds wel mijn passie wilde uiten naar iedereen. En toen ben ik eigenlijk begonnen bij de mannen, om de mannentraining te geven in Vught. Bij Zwaluw? Bij Zwaluw inderdaad, Zwaluw VFC. Nou, daar heb ik 2 jaartjes heb ik dat gedaan. Het ging hartstikke goed, het was hartstikke tof. En toen heb ik toch wel dit seizoen een gerichte keus gemaakt om in het vrouwenvoetbal verder te gaan. Omdat ik daar toch echt wel een steentje bij wil dragen. In het vrouwenvoetbal zeg je dan ook, het is wel ineens een switch. Waarom dan ineens die verandering van mannen naar vrouwen weer? Ik vind eigenlijk man of vrouw hoeft niet zoveel uit te maken als het maar goed kan voetballen. En er kunnen net zoveel vrouwen goed voetballen als mannen, vind ik. Dus wat het nu uitmaakt, of dat ik nu voor een mannengroep sta of voor een vrouwengroep. Ik vind het eigenlijk niet zo'n... zo'n verschil als ik maar gewoon mijn ding kan doen en lekker kan voetballen met ze. We nemen ons mee naar de kleedkamer, toen de tijd bij Zwaluw. Hoe reageerden dan de spelers toen jij daar ineens voor de groep stond? In het begin vonden hun het natuurlijk ook even spannend en nieuw. En hoe gaat dat? Want ik was natuurlijk, ik ben zelf 26 en er waren ook wel wat jongens die wat ouder waren. Als ze zien dat je kwaliteit levert en ze zien dat je echt een idee hebt over voetbal, wat je met hun samen wil gaan, waar je met hun aan wil gaan werken, dan werd het eigenlijk al gauw hartstikke serieus en zijn we gewoon stappen gaan maken. Dus. Marlou, je klinkt echt heel erg enthousiast en ik wil even verder naar het EK. Maken wij überhaupt kans? We maken zeker kans. Ik moet wel erbij zeggen dat we een zware pool hebben. We zitten in een pool met Noorwegen, Denemarken en België. Noorwegen is 4 jaar terug finalist tegen Duitsland geweest. Dus dan weet je al wel dat een hele zware wordt. Maar het mooie aan de wedstrijd tegen Noorwegen is dat voor Nederland dat de openingswedstrijd is in Utrecht. Dus wij gaan gewoon zorgen dat de sfeer zo goed is voor de Oranje Leeuwinnen dat ze niks anders kunnen doen dan alleen maar winnen. Ja, want ik heb wel een beetje het gevoel dat heel het land er nu wel klaar voor is. En er zijn meer mensen enthousiast voor vrouwenvoetbal dan ooit. Maar stel dat we gewoon van de mat worden gespeeld, dan valt dat toch allemaal weer in het water? Ja, alles gaat natuurlijk gepaard met prestatie. En het vrouwenvoetbal zal nog meer gaan leven als we die poolfase doorkomen. En goed gaan presteren, ook echt in de kwartfinales. En Marlou, wie moet volgens jou de kar gaan trekken bij de Oranje Leeuwinnen? Dat vind ik heel lastig, want er zijn nog best wel zijn mijn vriendinnen. Ik weet gewoon dat er hartstikke veel kwaliteit zit in die groep. En als ze dat maar durven te laten zien, dan weet ik zeker dat ze met alle speelsters gewoon heel goed daar kunnen presteren. Ja, normaal gesproken bij ieder EK of WK, dan koop ik al maanden van tevoren een tijdschrift om al die voorbeschouwingen te lezen. Op welke spelers moeten we gaan letten, wie zijn de smaakmakers. Neem ons even mee, wie zijn nou echt de namen die we zeker moeten gaan volgen? Ik denk dat je zeker in onze volgorde staan zeker leuke meiden die je zeker moet gaan volgen. Dus Lieke Martens, Danielle van der Donk, Janice van der Zanden en natuurlijk Miedema. Ik denk dat die kunnen er ook nog eens voor het publiek wel eens een keer een mooi trucje of wat sensatie inbrengen. En volgens mij komt het publiek daarvoor ook naar het stadion. En de algemene kansen van Nederland, welke landen zijn sowieso al heel sterk? Ja, ze hebben een oefen interland gehad tegen Frankrijk. Ik vond Frankrijk wel heel erg sterk ogen. Daar heeft Nederland net net van verloren. Duitsland is natuurlijk altijd heel erg sterk. 4 keer op rij Europees kampioen. Dus dat zegt al genoeg eigenlijk. Duitsers zijn overal goed in. ja, zo kun je het wel noemen inderdaad. Ja. Ik vind die twee landen die maken echt wel kans, denk ik. En Nederland hoort natuurlijk wel in dat rijtje. We gaan natuurlijk voor om... zo hoog mogelijk te eindigen.
Marlou, we lezen overal dat het vrouwenvoetbal in opkomst is, dat het populairder wordt. Dat zei net ook in de introductie. Maar het spel is niet altijd het niveau wat wij bij de mannen altijd zien. Wat zegt het over het niveau van de vrouwenvoetbal? Nou, volgens mij, allereerst wil ik eigenlijk zeggen dat we niet te veel het mannenvoetbal met het vrouwenvoetbal moeten vergelijken. Want het blijft gewoon eigenlijk een andere sport om te zien. Vrouwen of mannen, het is altijd wel gewoon heel erg anders. Mm-hmm. Ik denk gewoon dat we moeten gaan genieten van die meiden. En er zit zeker heel veel creativiteit in. Dus kijk, dat het dan iets minder snel gaat, dat gaan ze echt wel weer compenseren met het goede spel en de creativiteit die ze hebben. Maar is dat ook iets wat jij de gemiddelde voetballiefhebber zeg maar meegeeft, dat je je mindset eigenlijk op nul moet zetten om naar het vrouwenvoetbal te kijken? Zeker. Je moet echt gewoon zorgen. En nou, wat ik eigenlijk tegen iedereen zeg, je moet eens een keer live een wedstrijd gaan kijken, ook echt in het stadion zitten, en dan ervaar je gewoon een hele andere sfeer en je ervaart gewoon een heel ander spelletje eigenlijk. Een heel ander spelletje. Je bent natuurlijk ook zelf ook talentcoach bij de KNVB, bij de meisjes. Ja. Hoe zou je dat niveau dan omhoog kunnen krikken? Want ik heb daar niet echt een beeld bij hoe ik dat voor moet zien. Nou, daar zijn we natuurlijk al een aantal jaar mee bezig. Het wordt steeds serieuzer genomen. Dus meiden krijgen ook steeds meer kans om ook nog meer te kunnen trainen op jongere leeftijd. En daar zijn we gewoon zeker bij de KNVB mee aan de slag. Dat we ze gewoon gaan proberen om vaker te zien in de week. Vaker met ze met goede talentcoaches trainingen kunnen afronden. En dat ze ook echt stappen gaan maken. En dat zien we gewoon terug. We zien dat terug in de Eredivisie. En we zien dat terug in de CTO's. Dat daar gewoon hartstikke veel talent rondloopt. En daarop voorbedurend, hè. Jij ziet heel veel meiden voetballen. Hoe heb jij het niveau zien veranderen in de afgelopen 10 jaar, pakweg? Ik denk, en dat vind ik toch echt wel heel erg opvallend, zeker ook met mijn nu als talentcoach bij de KNVB, dat steeds meer meiden op nog jongere leeftijd heel erg goed zijn. En dat betekent dat er, als ik nu ook met alle evenementen die we gedaan hebben, als wij op school komen, dat er gewoon een meisje in groep 6 al gewoon de jongens voorbij loopt, zeg maar. Ja, en dat toch wel gaaf om te zien. Ja, ik kan me nog wel herinneren, misschien iedereen hier die in de studio zit, dat wij ook regelmatig met een mannenvoetbal tegen een vrouw moesten spelen. Nou, die gaf je ook wel als een panna, hoor, volgens mij. Ja, inderdaad, zeker. Maar nu zie je die nog veel meer. Inderdaad. Maar ook nog even terug naar jou toe, Marlou. Misschien is deze vraag al wel vaker gesteld aan jou, maar wanneer zien we nou eindelijk eens een vrouw trainen in het Nederlands mannenbetaalde voetbal? Vrouwen komen steeds meer in belangrijke rollen in dat mannenwereld, want het blijft natuurlijk nog wel een heel erg mannencultuur. En volgens mij moet dat gewoon met hele kleine stapjes gaan. Dus ik wil niet zeggen dat we over nu en een aantal jaren al vrouwen daarin zien terugkomen, maar die stapjes die maken we en die zijn we op de achtergrond al echt wel aan het maken. Dus het komt vanzelf. Zou jij die eerste vrouwelijke trainster willen zijn? Of heb je liever een rol op de achtergrond bij de KNVB of het voetbalontwikkeling in het algemeen? Mijn ambitie is gewoon om een echte topcoach te worden. En of dat bij in de mannenwereld is of in de vrouwenwereld. Dat maakt me gewoon niet uit als ik maar gewoon kwalitatief top ben. Nogmaals, het verschil tussen man en vrouw vind ik niet heel belangrijk. Ik wil mijn steentje bijdragen in het vrouwenvoetbalwereldje. Vandaar ook dat ik met het EK zo bezig ben. Maar voor mijn ambitie is het gewoon puur om die toptrainer te worden. En hoe kijk jij eigenlijk naar de media-aandacht voor het vrouwenvoetbal? Want als de mannen van het Nederlands elftal naar een eindtoernooi gaan, wat trouwens nu niet meer het geval is, maar als dat is, dan staat de media ook als één blok achter Oranje. Het volk staat als één blok achter Oranje. Ervaar jij dat ook zo nu bij de vrouwen? Het is natuurlijk wel in wat mindere mate, maar wel gaaf om al te vertellen is dat een maand geleden hier in IJsselstein, Shanice die komt thuis. Shanice van der Zanden, spit van het Nederlands elftal. En haar straat is al oranje versierd. Ja, dan, tof. Dan ben je toch wel, dan heb je toch wel kippenvel. En dan heb je toch wel een beetje het idee dat het leeft. En dat het de media ook gewoon goed zit. Ja. Maar de media-aandacht die je dan ook voorbij ziet komen. Bureau Sport heeft nu een reeks gehad met vrouwen in de sport, waaronder ook voetbal. Maar je ziet dan ook dat dan voetbal in international, of voetbal in Zuid moet ik zeggen, corrigeer me op tijd. Johan Derks heeft wel scherpe uitspraken over het vrouwenvoetbal. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, nogmaals wil ik zeggen, heel veel. Het is natuurlijk nog een heel erg mannencultuurtje. Dus heel veel mannen zullen ook nog anders tegen dat vrouwenvoetbal aankijken en zullen het nog steeds vergelijken met mannenvoetbal. Maar de mensen die je spreekt, die het al niet meer vergelijken en die het echt zien als een sport aan zich, die
zijn zo enthousiast en volgens mij moeten we daar gewoon onze energie uit putten. Dat vind ik een hele mooie afsluiter, Marlou. Marlou Peters, hartstikke bedankt dat je wel eens in de show wilde komen. Praten over het vrouwenvoetbal. En bij ons is denk ik het enthousiasme voor het EK vrouwenvoetbal flink aangewakkerd, denk ik. Ja, top. Ja, dat was zeker de bedoeling. Kijk eens aan, gaan we meenemen. Marlou Peters, hartstikke bedankt. Fijne dag nog verder. Mooi, dankjewel. Marlou Peters, over het EK vrouwenvoetbal en de ontwikkeling van deze tak van sport in Nederland. Ja, jongens, gaan we kijken? Ik ga wel even kijken. Zeker. Alleen Nederland? Ik wil het wel zien. Of zijn we niet zo chauvinistisch? Nee, ik ga wel gewoon alleen Nederland kijken. Ik heb het wel vaker geprobeerd om vrouwenvoetbal te kijken. Maar het heeft me nog niet gepakt. En ik geef het wel telkens een kans. Dus ik ga het ook nu weer gewoon een kans geven. En ja, ik gun het ze. Want daarop voorbedurend, hè? We hebben 2 jaar geleden dat WK gehad in Canada. Hebben jullie toen ook zitten kijken? Ja. Ja, een paar wedstrijdjes. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik toen snel ben afgehaakt. Dus ik hoop dat ik nu snel weer aan kan haken. Waarom haak jij dan af? Nou, ik maak denk ik de fout die iedereen maakt in het begin. Namelijk de vergelijking met het mannenvoetbal maken. Want ja, ik ben natuurlijk gewend om wedstrijden ook van hoog niveau te bekijken. En als je dan die omschakeling maakt naar het vrouwenvoetbal, ja, dat, wat Marlou eigenlijk al zei, is eigenlijk niet te vergelijken. Dus ik ga nu gewoon zonder die vergelijking met mijn hoofd ga ik erin en probeer ga ik er naar kijken. Open blik, met open blik naar kijken, inderdaad. En dan, dan kijk ik wel. Maar heeft Marlou je echt overtuigd nu? Ja, ja, ik heb ook wel met iemand gesproken die mij enthousiast heeft gemaakt. En dat ook zei van, die vergelijking maak die nou niet. En kijk nou gewoon met een frisse blik ernaar. Dus geef het weer een kans. Ja, maar ik denk wat Marlou zegt, dat als je inderdaad een keer een wedstrijd hebt gezien. Niet dat ik ze wekelijks kijk hoor. Maar ja, als je, dat is sowieso anders als van een beeldscherm kijken. En ja, wat ik het grootste verschil van bij vrouwenvoetbal ten opzichte van mannenvoetbal. Bij vrouwen is het echt een teamsport. Je hebt daar ook wel iemand die een trucje doet, of, hè, iemand die een hattrick maakt en weet ik veel op zijn naam gaat zitten drukken. Maar het is veel minder dat haantjesgedoe. Dus ze komen echt als het ware voor mijn kop. En het is veel meer een soort van, ja, een soort twee teams tegen elkaar. En ja, dat, ik denk dat ik, ja, dat we daar, wij mannen, we zitten hier ook met 4 heren, om maar even een voorbeeld te geven. Ik denk dat wij dat niet echt gewend zijn. Omdat je toch zelf, je wil zelf ook de goal maken of de redding maken. En dat hebben vrouwen het veel egoïsme. Meer, juist. Ja, en dat het bij vrouwen dan minder is. Denk dat het pure voetbal bedoel jij? Ja. Ook minder zeik op de scheidsrechter, ja, denk ik. Ja, inderdaad. Geen schwalbes. Ja, maar dat is laatst was er toch een voorbeeld van de keeper van Ajax die een elleboog gaf en de tegenstander bleef gewoon staan. Ja. Vervolgens werd ze wel geschorst voor een aantal wedstrijden, maar het is minder zeuren, het is minder show, het is meer gewoon voetbal. Ik denk dat het mannenvoetbal wat dat betreft nog wel een en ander kan leren, ja, qua professionaliteit. Dat is denk ik. Ja, misschien heeft het ook wel te maken met dat het vrouwenvoetbal juist nog wat minder in de spotlight staat. Dat het daarom ook wat minder maniertjes en wat minder gewoontjes. Ja. Of gewoontjes, wat minder nare gewoontes of trekjes heeft. Dat weet ik niet. Daarvoor ben ik te leek. Maar de vrouwenvoetbal op televisie dan, hè? Jullie hebben het de kans gegeven. Jullie gaan het weer een kans geven. Een aantal van jullie dan. De benadering van het tv kijken. Want je zet er niet speciaal je tv echt voor aan. Dat is wel zo. Ja, dat is niet denigrerend bedoeld, hè? Nee, ja. Ik denk ook niet dat dat op korte termijn gaat veranderen bij de meeste mensen. Ik denk, het vrouwenvoetbal is zeker opkomend inderdaad. En de populariteit ook. Maar ik denk, dat er niet, qua mannen bedoel ik dan, hè, dat er niet heel veel mannen zijn die hun televisie er inderdaad speciaal voor aanzetten. Hoe staan jullie daar tegenover? Voor het niveau bedoel ik dan. Hoe staan jullie er tegenover, Trevor Zivinho? Ik denk het ook wel. Voetbal is best wel een conservatieve sport ook, dus het is al heel lang hetzelfde. En iedereen kijkt altijd naar dezelfde dingen. Dus ik denk dat de stap om echt, als tenminste voor mezelf dan, om echt naar damesvoetbal te gaan kijken als er geen groot toernooi is, maar gewoon een normale wedstrijd. Ik denk niet dat ik dat zo 1, 2, 3 zou doen. Nee, ik denk het ook niet. Ik denk dat het, ja, ik denk dat wat Marlou ook zegt, dat iedereen het wat meer tijd moet geven, maar dat het wel als we het sociale wat meer accepteren, dat het gewoon kan. Want worden natuurlijk ook bij het vrouwenvoetbal worden de leukste stereotypes aangehangen. Ja. Van het zijn allemaal manwijven of drinken allemaal bier en zien er niet uit en bla bla bla. Terwijl aan de andere kant, als Hoogendijk stopt, als international, dan is het wel, bekijken hier de 10 mooiste foto's. Dat is precies, ook wel seksistisch, maar hè. Ja. Dat, maar misschien zijn wij ook gewoon niet de doelgroep voor het damesvoetbal, toch? Wij kijken gewoon al heel ons leven naar herenvoetbal. En dan nu wordt het wat populairder, dan zien we het af en toe. Maar ik denk dat het vooral de jonge meiden zijn die zelf voetballen, dat die zoiets hebben van, ja, dit is echt zo'n familiair ding. Ja, precies. Ik wil daar terechtkomen. Ik wil ook ooit in Oranje spelen.
Wat nu ook allemaal kan, eigenlijk. Ja. Ja. Zeker, zeker. Ja. Het is niet meer ondenkbaar. En aan de andere kant qua media aandacht. Je ziet er bij FC Afkikken, VV Kicks, dat het een speciaal voetbalprogramma voor vrouwen daar bij ons staat. Bureau Sport wijdt aandacht, of besteedt aandacht aan vrouwen in sport. Ook de voetballers daarin. Je ziet dat ook de media aandacht ook daarin groeit. En ik denk dat dat wel nog in de kinderschoenen staat. Maar dat het naarmate de tijd voordert, ja, dat het daar op een jaar of... Ja, omdat het toch nog niet helemaal een vanzelfsprekendheid is of zo. Weet je, dat vrouwenvoetbal. Ja. Het is er al best wel lang. We zijn er al best wel ook al een tijdje redelijk goed in, als Nederland zijnde. Maar misschien omdat we het zelf ook niet helemaal als sport voor vrouwen associëren als staan. Nou, ik vind die doelgroep wel een interessante, Silvino zei. Ja. Want als ik voor mezelf moet spreken, in Eindhoven... Ik zie bij heel veel voetbalclubs toernooien, et cetera. Daar worden ook al aparte toernooien voor meisjes georganiseerd. Om dat vrouwenvoetbal in de lift te krijgen. Dus tot nu toe worden mannen er ook wel veel bij betrokken. Ja. Dat wel. We gaan weer over naar het mannenvoetbal. Pezen in de provincie, want de... Ploegen in de Eredivisie Super League zijn weer begonnen met trainen. Nauwelijks 2 maanden geleden degradeerde NEC uit de Eredivisie naar de Super League. De Nijmeegse club is alweer in volle training om zo snel mogelijk weer terug te keren naar het hoogste niveau van Nederland. Maar er is nog hoop werk aan de winkel bij de ploeg in het rood, groen en zwart. En we gaan erover bellen met Sander Jansen van Voetbal International, Forza NEC en De Gelderlander. Goedemiddag Sander. Hey, goedemiddag Sjoerd. Ja, want gisteren was de allereerste oefenwedstrijd van NEC van het seizoen tegen de amateurs. Maar dat ging niet helemaal lekker volgens mij. Nee. Niet echt. Nee, 1-0 verloren. Oeh, pijnlijk. Sander, ik begreep dat de doelpuntenmaker de e-sporter is van NEC. Nee. Dat dachten veel mensen aan de kant. Dat leek erop, want hij werd ook... hij kreeg de complimenten, maar het was Younes Korti. Ah, oké. Okay. Weer eer toekomt, daar zou ik al op te staan inderdaad. Ja, dat. nee, oké. Okay, maar is dat al gelijk een valse start voor heel dit NEC dit seizoen? Ze misten wat jongens die nog interlandverplichtingen hebben. En er waren wat spelers gebaseerd. Dus er waren heel veel belofte spelers bijgekomen. Dus het was heel erg wennen, denk ik, ook voor veel spelers. En ze zijn na 2 dagen aan het trainen. Maar qua spel was het in de eerste helft vooral was helemaal niks eigenlijk. Heel matig. Mm-hmm, maar goed, heel weinig kansen. Mm-hmm. Maar in de tweede helft was het wel een stuk beter. Kreeg ze ook wat kansen, wat jeugdspelers die echt wel goede mogelijkheden kregen. Maar ja, ze kregen de bal niet in. Dus. Ja, Sander, kun jij aangeven hoe die degradatie bij NEC, hoe dat is opgevangen bij in Nijmegen? Op zich wel goed nu. Het was even een periode waarin ze heel erg stuurloos waren. Want de algemeen directeur ging weg, er zat geen directie, de voorzitter ging weg. Ja. Twee leden van de Raad van Commissarissen gingen weg. Dus het was een beetje stuurloos op dat vlak, er was geen trainer. Maar uiteindelijk is dan Remco Oversiers gehaald als technisch directeur. En Wilco van Schaik als algemeen directeur. En nu is het eigenlijk vrij rustig bij NEC. Hoe verklaar je dat? Dat is ook vooral wel de missie van de club geweest, denk ik. Om heel veel dingen gewoon stil te houden. Want niemand zag Oversier bijvoorbeeld aankomen en Van Schaik. En de afgelopen maanden was dat juist wel. Dat je echt wel het nieuws al 3 dagen van tevoren had. En dan de club er nog mee kwam. Maar nu doen ze dat heel goed. Het wordt heel stilgehouden en het is heel rustig eigenlijk. Wat? Ja. Hoe groot is de aandeel, Sander, hierin van Oversier? Want hij is nog geen 2 maanden of een maand binnen. Ik weet niet eens precies hoe lang. Een aantal 2 Eredivisie spelers met Kevin Jans en Achabar. Wat voor de Jupiler League gewoon goede spelers zijn. Ik denk, die zijn op pole position, denk ik, om weer terug te keren, lijkt me, als het zo gaat. Dat moeten we nog wel maar zien natuurlijk. Ik vind dat Go Ahead heeft ook wel goede spelers gehaald. Maar dat moet nog maar blijken. Maar Oversier heeft wel een duidelijke stempel aan het drukken. Ja, zo van ik ben de baas en ik bepaal wie er komen. Maar hij heeft natuurlijk ook wel met de scouting gezeten. Die lijstjes lagen al klaar. Ze wisten eigenlijk ook wel welke spelers ze willen halen. Maar hij maakt uiteindelijk de beslissing wie er komt. Dus dat is wel van zijn kant. Ja. En is bij NEC nu ook een beetje de koers om... een beetje af te komen van het imago dat er heel veel tweede, derde rangs buitenlanders worden gehaald. En dat ze nu gewoon overgaan, misschien op de B-categorie van de Eredivisie en jongens uit de eigen regio. Is dat nu een beetje wat NEC moet gaan doen in jouw ogen? Ja, zeker. Dat is ook wat Oversee heeft gezegd. Die wil voornamelijk Nederlandse spelers halen en meer op de jeugdopleiding gaan letten. Minder gaan huren. Het is wel leuk dat hij dan als eerste speler Achabar huurt van PEC, maar goed.
Hij zegt dan vaak, het zijn dan buitenkantjes die je huurt. Dus ze kijken eerst naar wat er in de selectie zit. Dan wat er in de jeugd speelt. En dan pas gaan ze kijken buitenaf van wie kunnen we dan halen. Maar zeker, er zijn nu 3 Nederlanders gehaald. Dat is een unicum bijna bij NEC. En er komen ook wat jeugdspelers door. Dus dat zijn wel goede ontwikkelingen, denk ik. Wanneer gaat NEC de hoofdtrainer presenteren, denk jij? NEC, hè, Trevor? Neem niet aan. NEC, ja, NEC. Ja, dat is lastig. Ze hebben natuurlijk Jack de Gier, hebben ze als op het lijstje staan. Die is afgevallen. Ze zijn nu in gesprek met meerdere kandidaten, maar dat kan goed nog wel een week, 2 weken duren. Ja. Ze hopen het voor het trainingskamp te doen. Dat begint over 2 weken. Ik denk ook wel dat wel lukt. Maar het is heel onduidelijk eigenlijk wanneer dat die wordt gepresenteerd. Ik las op jullie website bij Forza NEC dat er iets was met Hans de Koning. Wat is daar precies verhaal van? Ja, ik heb hem net even gebeld, Hans. Hij heeft begin juni aangegeven dat hij wel open stond voor NEC. Hij stond ook op een lijstje van de oude directie, zeg maar. Die nu weg zijn. Maar hij heeft niks gehoord van de club, dus hij is ook niet in beeld. Zijn er ook andere kandidaten? Er zijn vooral heel veel kandidaten die het niet worden. Je hebt bijvoorbeeld Jack de Gier, Hans de Koning, Roy Hendriksen, Rob Alfle, Zelko Petrovic, Fouke Boy. Die worden het allemaal niet. Okay. Maar wie het wel wordt, is een stuk lastiger om te zeggen. In ieder geval Jean-Paul de Jong, die wordt genoemd van Utrecht. De vraag is dan of hij daar weggaat. Want hij wordt een beetje gezien als de opvolger van Ten Hag, volgens mij, op termijn. En Fred Grim wordt ook genoemd. Maar het is toch heel vreemd dat er al spelers worden binnengehaald zonder dat er überhaupt een trainer is. Want eigenlijk moet een trainer, die wordt dus aan zijn lot overgelaten. Ja, in principe wel. Maar dat is de keuze van de club. Blijkbaar vind je dat een goede om alvast spelers binnen te halen zonder dat er een trainer is. Of het Adrie Bogers wordt binnengehaald als assistent terwijl er nog geen trainer is. En hij wordt ook helemaal niet op de hoogte gehouden van met wie er gesprekken worden gevoerd als hoofdtrainer. Dat zei hij maandag. Dus hij weet eigenlijk ook van niks. En volgens mij wordt het heel goed stilgehouden. Maar het is zeker vreemd dat er nog geen trainer is, maar wel 3 nieuwe spelers. Is het misschien ook niet vreemd dat Wilco van Schaik pas 1 augustus begint als algemeen directeur bij NEC? Ja, op zich is dat wel een beetje gek natuurlijk. Maar hij loopt al bij de club rond. Officieel is hij op 1 augustus pas echt werkzaam. Maar hij doet wel al wat dingen natuurlijk. Maar officieel 1 augustus, ja. Maar hij loopt er al rond, hij bezoekt de trainingen, hij was gisteren bij de wedstrijd. Dus. Maar nog even terugkomend op wat je net zei, dat de assistenttrainer niet wordt betrokken bij wie de nieuwe hoofdtrainer wordt. Dat begrijp ik eerlijk gezegd, daar begrijp ik eerlijk gezegd helemaal niks van. Ja, nee, dat is ook, misschien heeft hij ondertussen wel met overzicht gezeten, want hij is natuurlijk pas vrijdag gepresenteerd en maandag al aan de slag gegaan. En misschien ondertussen dat hij wel meer weet, maar nee, maandag zei hij nog dat hij geen idee had wie het zou worden. Hij wist net zoveel als ik. Tot slot nog Sander. Is het seizoen gefaald als NEC binnen 1 jaar niet terug is in de Eredivisie? Ja, dat denk ik wel. Je moet, in principe moet je voor het kampioenschap gaan. Zeker als je het budget ziet van NEC. Dat is het hoogste van de Jupiler League. Een overzicht heeft gezegd dat hij binnen 1 à 2 jaar wil promoveren. Maar dat moet gewoon binnen 1 jaar. Maar hoe cruciaal is het eigenlijk voor NEC om te promoveren? In financieel opzicht vooral? Op zich is dat probleem, dat was 3 jaar geleden toen ze degradeerden, was dat veel groter geweest, denk ik, als ze toen niet waren gepromoveerd. Okay. Toen hebben ze heel erg grote financiële risico's genomen door dure jongens erbij te houden en daardoor promotie af te dingen. Nou, dat is gelukt, daar hebben ze heel veel geluk mee gehad. Maar dit seizoen ziet het er redelijk goed uit financieel gezien. Okay. Wat dat betreft heeft Bart van Engen wel een redelijke job afgeleverd. Nalatenschap. Ja, zeker. We blijven de trouwe honden volgen, Sander. Hartstikke bedankt dat je wel eens in de show wilde komen om te praten over NEC. Mooi. Sander Jansen van Forza NEC Voetbal International en De Gelderlander over de situatie in Nijmegen en omstreken. NEC, jongens, die halen dus inderdaad ook wel een paar aardige namen binnen, wat je ook net zei, Treffen. Inderdaad, Atjebar, Joppe, Jansen, goede namen. Ja, je moet wel. En wat Sander zegt... Zeker als je met deze mogelijkheden zit. Buitenkantjes moet je aanpakken. En het zijn ook allemaal jongens die lang niet gespeeld hebben. Atjebar natuurlijk bij PEC geflopt. Jansen lang niet gespeeld. Joppe 2 vervelende blessures gehad. Dus die staat ook achteraan. Ik moet het wel content eigenlijk. Ik heb het al een paar keer gehoord in deze uitzending. Buitenkantjes in de tijd van de transfer. Carousel.
Nou jongens, laten we dus over de transfers hebben die nou beter zijn. Ja, het is toch wel zo. Ik heb er is weer genoeg te beleven in ieder geval. Hè? Nou, zeg wat. Het is soap gewoon weer. Ja. Laten we dan beginnen bij jouw favoriete club, Silvinho Feyenoord. Want daar is de transfer carousel ook op volle toer aan het draaien. Ja, je hebt natuurlijk Kuyt die gestopt is, dus die valt sowieso al weg. Elia naar Turkije, Karsdorp naar AS Roma. Maar ik schrok wel heel erg toen Kongolo vertrok naar Monaco. Ja, echt een hun moment was dat, hè? Ja, die was letterlijk net een dag terug van vakantie en die zei, ik ga er weer vandoor. Ja. En dat vind ik heel erg jammer, want ik vind Kongolo wel echt een hele goede verdediger. Ook echt één voor de toekomst, voor het Nederlands voetbal. En ik snap het wel, hij zit al 5 jaar bij het eerste. Heeft een WK meegemaakt en op een gegeven moment moet je dan gewoon gaan. Mm-hmm. Maar ik vraag me wel hoe ze het op gaan vangen. Ja, dat is wel het punt waar ze in Rotterdam wel wakker van liggen. Wie moet die nieuwe linksback, en beter gezegd een linker centraal verdediger, die ook nog eens als linksback uit de voeten kan, ja, Kongolo gaan opvolgen. Ja, we zien heel vaak Ricciardo Habs voorbij komen van AZ. Wat vinden we daarvan, jongens? Ja, puur als linksback zou het kunnen. Maar wat heel veel mensen vergeten is dat Terence Kongolo ook gewoon echt kopsterk was. En dat is Habs niet. Tenminste, niet zoals dat Kongolo het was. En snel ook, hè, voor zijn lengte. Ja, maar met die lange benen dan reed iedereen al voorbij. Ja. Mm-hmm. Ja, en natuurlijk ook nog andere transfers in Rotterdam. Karsdorp vertrok naar AS Monaco. 17 miljoen euro. AS Roma, sorry. Ja. Goed dat je me corrigeert. Karsdorp dus vertrokken. Elia vertrokken. Kuyt gestopt. Met Dix een respect gehaald. Misschien voor de breedte, misschien voor de basis. Dat moeten we straks allemaal ook nog zien. Niet te vergeten dat Berghuis terug is naar Watford. Berghuis inderdaad, ja. Nog niet zeker is of hij wel of niet terugkomt. Ook niet vergeten. Maar waar heeft Feyenoord nu het meest behoefte aan volgens jullie? Nou, wat ik mij heel erg afvraag is het middenveld van Feyenoord. Ik ga ervan uit dat El Amadi, Toornstra en Vilhena wordt. Of misschien Amrabat. Maar wat ik mij eigenlijk meteen afvroeg was, waar zit het scorend vermogen hem in? Want als jij dat... Sorry? Jens Toornstra. Ja, maar die scoort eigenlijk alleen in Rotterdam. En als je al in Rotterdam scoort, komt hij aan de... Dat is één seizoen geweest. Maar daar ga ik gelijk even op inhaken. Maar die komt dan aan de 8 tot 10 goals per seizoen, hè? Ja, en El Amadi scoort er... Nou, die scoorde de afgelopen seizoen dan toevallig wel een aantal. Maar normaal gesproken heb je dan zeg maar een goal of 10, 12 op één seizoen. Is dat niet te weinig? Nee, ik denk het niet. Ik denk het niet voor de competitie. Ik denk sowieso dat hij niet alles gaat spelen. En ik denk dat Jens Toornstra, zeker nu Klaassen vertrokken is, ik denk een van de betere aanvallende middenvelders is uit de Eredivisie. Heeft goede stats. Hij moet Ziyech alleen voor zich dulden, ook denk ik nog met assist. En wat je zegt, je hebt ook wel een punt. Het is geen absolute topper die je bijvoorbeeld en door de week in de Champions League dadelijk en nog in het weekend neer kan zetten. Maar ik denk niet dat zozeer een heel punt is. Zeker het middenveld bij Feyenoord niet, want dat is nog heel erg overbezet. Ik denk juist dat het middenveld wel de sterkste linie is. Je zou alleen, omdat je nog Champions League speelt, misschien zouden ze zich daarop nog kunnen versterken. Maar ik denk dat het pijnpunt achterin ligt eigenlijk. Ja. Sowieso op het middenveld wat erachter zit, zijn er natuurlijk wel de jongens als Tapia, Vidinovic en Gustafsson. Vergeet niet, jongens als Verdonk en zo, die nog allemaal eraan komen. En, Verdonk heeft het niet heel erg best gedaan, hè, bij Pax Volle. Ja, linksback gespeeld als verdedigende middenvelder, dus dan vind ik dat nogal te verdedigen ergens. Is ook zo. En bovendien, je haalt wel Boetjes, hou je terug, kind van de Kuip. Amrabat is inderdaad ook net genoemd, inderdaad Dix hebben we ook al even laten vallen. Het zijn wel spelers waar je wel, denk ik, iets mee kan. Ja, nou komt Dix denk ik wel als vervanger van Nieuwkoop. En Amrabat is nog maar te bezien of die meteen een basisplaats verovert. Zeker vanwege die gerenommeerde namen. Zeker in Rotterdam met El Amadi en Vilhena. Is ook zo. Ik denk dat Amrabat nog wel over na heeft gedacht dat hij hoopt dat er misschien nog iemand weggaat. Dat er Vilhena nog ergens tekent of zo. Nou. Want die is natuurlijk kampioen geworden. Een mooi seizoen gehad in Rotterdam. Kan elk seizoen Champions League spelen, waar dan ook, denk ik. Ja. Tenminste, behalve bij de grote vier, Bayern en zo, dat niet. Maar ja, wellicht... Maar die zouden wel naast komen te staan, denk ik ook, ja. Ja, en Boeits is natuurlijk even afwachten hoe hij is teruggekomen uit het buitenland. Want die heeft ook lang niet alles gespeeld. Alleen dus, afgelopen half jaar, België bij Genk. Ja. Nou, nog wel redelijk gedaan ook. Alleen, wat ik me wel over verbaas is dat het terughalen ineens heel een ding wordt. Kijk, dat zo'n Kuyt terugkomt, dat snap ik wel. Maar Huntelaar is terug. Nou, Buettner is terug. Dix is terug geweest. Dus we komen allemaal terug. Maar dat betekent toch eigenlijk dat we niet in het buitenland zijn geslaagd? Ja, eigenlijk wel. Ja, daar komt het wel weer. Ja. Ja, als je het zo bekijkt, en bij PSV kunnen ze net zo goed dan bij wijze van spreken een Hiljemark gaan terughalen of zo. Ik zeg maar wat. Ja, omdat die doet het toevallig ook goed. En ja, zolang je moet gewoon naar spelen toe komen. Dus ik ben vooral voor Kongolo en Karsdorp heel erg benieuwd hoe zij het gaan redden. Met name Kongolo, alhoewel. Ik denk dat die nog wel voor, die kan ook nog wel voor een type Franse verdediger door. Nou, ik denk dat Monaco de perfecte club voor hem is. Dat denk ik ook wel. Ja. Maar Karsdorp en Roma, vind je dat ook net zo'n mega match? Nou, dat wil ik nog betwijfelen, want...
Die hebben Florenzi op rechtsback lopen. Ja. En Bruno Perez, geloof ik. Dat zijn wel aardige bekjes. Ja. Even overschakelen naar PSV. Want daar gaat ook wel een het ander gebeuren, denk ik. Guardado vertrekt. Ja, die zal naar Real Betis gaan, ja. Ja, staat op het punt inderdaad om te tekenen. Die hebben nog geen akkoord. Maar Brands die verwacht wel dat ze, ik geloof wat was het, 2,5 miljoen gaan betalen. Ja, klopt. Ja. Hoe belangrijk, Daniel, ik kijk vooral naar jou als PSV-supporter. Hoe belangrijk is Guardado voor dit PSV geweest? Ja, enorm belangrijk. Ja, het mag duidelijk zijn dat het afgelopen jaar minder was. Maar dan kun je ter verdediging van hem zeggen, wie was niet minder? Dus nee, met zijn ervaring. Hij gaf afgelopen seizoen, ik geloof, 9 assists. Hij scoort niet zoveel, maar qua leiderschap, ervaring, lijnen uitzetten op het middenveld, hij is zo belangrijk voor PSV. Dat ga je echt wel voelen. Nu wordt natuurlijk geroepen dat Jorrit Hendricks zijn vervanger wordt. Dat gaat ook gebeuren. Een hele goede middenvelder, begrijp ik niet verkeerd. Maar het gemis van Guardado gaat PSV ongetwijfeld voelen. Ben ik van overtuigd. En Willems zou in de belangstelling staan van buitenlandse ploegen? Ja, naar wie hij precies toe gaat, dat weet ik niet, maar... Dat is een goede vraag ook. Dat is een goede vraag, inderdaad. Maar die zijn allemaal, alle linksbackposities zijn volgens mij, voor zover ik weet, al vergeven. Ja. Misschien Manchester City, want die hebben Zabaleta laten gaan. Maar dat is een rechtsback. Ja, een linksback. Ja, kan gebeuren. Maar goed. Maar in ieder geval, ja, Willems, die moet ook gewoon weg, want die is klaar bij PSV, dat merk je aan alles. Dat moet je eigenlijk al als PSV zijn volgens mij al niet eens meer willen. Want die is al bij zijn hoofd, waar dan ook, ergens in Europa. Maar die heeft vorig jaar volgens mij AS Monaco nog afgewezen zelfs. Omdat zijn droomlanden zijn Engeland en Spanje. Dus daar wacht hij eigenlijk op. Ja, en hij is natuurlijk niet de enige back, want Arias gaat waarschijnlijk ook weg. Dus er is nog een hoop werk aan de winkel. Is het dan ook wel zo dat dan Feyenoord en PSV misschien dan in hetzelfde staatje gaan kijken voor nieuwelingsback? Stel dat Willems dan vertrekt. Congolo is nu ook weg. Ja, dat vind ik een goede vraag. Ik heb het gevoel dat Feyenoord... ik denk echt dat Habs dat die naar Feyenoord gaat. En ik heb bij PSV altijd meer het gevoel dat die wat meer out of the box denken. Dus dat je bij wijze van spreken een linksback uit een of ander Zuid-Amerikaans land straks op ziet draven. Ja, bij PSV heb ik dat... Voor Zuid-Korea. Zuid-Korea. Ja. Ik moet denken aan Lee. Dat was een goede back. Zo. Zo, als je erover nadenkt, ja. Ja, Daar kunnen weinig backs aan tippen. Dan zijn we gelijk weer 14 jaar, 15 jaar terug in de tijd. Als we zulke namen gaan noemen, ja. Ja, want dat valt mij ook wel heel erg op. In de transferperiode. Dat dan best wel voor de hand liggende namen zijn. Echt de tropische verrassing. Of die ene onbekende speler uit het Verre Oosten. Ja, die zie je niet zo heel snel meer in Nederland. Nee, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met de salarissen. Ik bedoel, als jij als linksback... ik noem maar wat in Colombia of zo. Als jij dan tweede linksback bij Dortmund kan worden, dan ga jij lekker naar Dortmund toe. Dan kom je niet meer naar PSV toe. Dan krijg jij gewoon lekker een miljoenen salaris. En je speelt af en toe je wedstrijdjes. En dat is op zich, Nederland is natuurlijk niet meer zo aantrekkelijk wat dat betreft. Mm-hmm. Jullie daar nog iets aan toe te voegen? Nee. Nee, dit is gewoon zo. Ja, Nederland is wat dat betreft financieel ook niet heel interessant meer. Hè? Want je moet ook minimaal 4 ton neerleggen als je een speler uit buiten de EU vandaan haalt. Nee, maar als je, om even terug te komen op PSV, die hebben natuurlijk Moreno gehaald van Espanyol. Nou ja, hij kende Marcel Brands al, maar die hebben dus de regeling afgesproken. Ik blijf 1, 2 jaar bij PSV en als er een leuke buitenlandse club komt, dan kun jij weg voor een relatief klein bedrag. Nou, dat heb je nu wel gezien, die gaat voor 6 miljoen naar AS Roma. Dat is natuurlijk in deze tijden natuurlijk niet echt marktconform. Maar dat is dus de manier waarop jij dus blijkbaar spelers nu aan moet gaan trekken. Zijn er nu ook transfers, we trekken het even iets breder, die jullie zijn opgevallen? Of in elk geval de geruchten die jullie opvallen? Ja, ik vind de transfer van Lacazette naar Arsenal, als je toch op Europees gebied mag, ik denk dat hij heel veel los gaat maken. Want United is al met Lukaku bezig. Ja, Everton is als een gek aan het inkopen. Spurs hoeft eigenlijk niet zo heel veel te doen, dus daar verwacht ik niet zoveel van. Maar ja, ik denk dat die ene transfer, je hebt altijd één transfer, die gaat heel de markt op zijn kop zetten. En ik denk dat Laka, ja... Toch wel de eerste is lang verwacht ook. En dus toch valt het bedrag nog in deze tijden best mee. 53 miljoen. Nou, zijn dagen dat ik het niet heb, zeg maar, dat bedrag. Ja. In dat soort dingen begin ook een beetje te lachen erover. Ja, dat 53 miljoen, waar gaat het over? En vergeet AC Milan niet, hè. Die hebben ook al voor plus 100 miljoen ingekocht. Ja. Die zijn weer aan de weg aan het timmeren. Ja, goede spelers gaan het ook. Wat gaat de boer eigenlijk doen bij Crystal Palace?
ik denk dat die wel voor een verrassing gaat zorgen, als ik eerlijk ben. Oh? Die gaat het best leuk doen eigenlijk. Ik zag laatst ook een filmpje van een training voorbij komen van Crystal Palace. Dat ze in Engeland vol bewondering zaten te kijken naar de boer die meetrainde. Ja. En ik dacht, dat hoort er toch gewoon bij. Dat is normaal. Ja, ik denk dat hij wel... Sam Allardyce niet echt doen eigenlijk. Nee. Ja, hij wordt geen kampioen. Hij wordt denk ik ook... Ja, middenboot. Nee, middenboot gewoon, maar wel leuk. Gaat wel ik denk wel dat hij kan uitdagen voor Europees voetbal. Ik denk dat hij... Ja hoor, ik denk zeker Crystal Palace eindigt al jaren rond de 10e plaats. Ja, maar dan moet je 7e worden. En ja, ja, ja. En ik vind, lopen goede voetballers rond daar. En vergis je niet, De Boer is wel een van de betere tactici die clubloos was, hè, voor deze job. En ja, ik ben me ook benieuwd hoe zij zich gaan roeren nog. Want er zit natuurlijk geld zat daar. Hebben goede spits lopen met Benteken. Alles wat De Boer kan bijna alles vragen wat hij wil daar. Dus ja, hij heeft vrij spel, hè. Hij heeft carte blanche. Carte blanche, ja, dat is heerlijk, man. Dat zijn mooie dingen als trainer in Engeland, tenminste. Dat je daar gewoon je geld kan investeren. Ja, ik denk dat Koeman, die wrijft echt in zijn handjes. Want die heeft zich echt op de bank zitten verbijten. Volgens mij dat hij bij Feyenoord niks kon uitgeven. En die zit nu als een vis in het water bij Southampton. En nu al helemaal bij Everton. Ja, ja. En bij Southampton al zijn spelers kwijt moeten raken. Want iedereen die hij een beetje goed heeft gemaakt, ging naar Liverpool destijds. Ja. Nou, en bij Everton duurde het natuurlijk even voordat hij los mocht gaan. Want de voorwaarde was dat er wel versterkingen zouden komen. Nou, daar is onder andere Barkley gebleven. Nou, Lukaku is nog één seizoen gebleven. En ja, aangezien hij toch wel... ze moeten het geld toch wel ergens van terugverdienen. Denk ik dat Lukaku misschien vandaag nog wel genaamd wordt. Verwachten jullie dat Klaassen aan gaat haken bij Everton? Dat weet ik niet. Moet ik eerst nog even zien. Ik vind het niet echt moeilijk. Ik ben benieuwd of je tempo aan kan. Ja, precies. Voetballend lukt het wel. Maar hij zal echt wel weer op de plek staan waar hij in de Eredivisie ook al staat. Ja. Omdat hij best wel goed kan positioneren. Dus dat kan op elk niveau. Maar die naam is gezien geen idee. Wat denk jij? Ja, ik denk het eerlijk gezegd niet. Ja, dat is misschien heel pessimistisch. Maar ik denk niet dat Klaas... ik denk dat hij dat het heel moeilijk gaat worden. In Nederland maakte hij altijd rond de 15 goals. Echt als een neusje voor de goal. Opeens kwam hij daar. Maar ja... Ja, dat speel je ook bij Ajax. Hè? Dan creëer je een kans per wedstrijd. Daarom. Ja. Allerlaatste vraag, jongens. Gaat die ene klapper pas in augustus vallen? Wie is de klapper? Alexis Sanchez. Ik denk Mbappé. Mbappé wordt de klapper, ja. Inderdaad. Ik ben het helemaal met jou eens. En waar hij naartoe gaat, dat weten we nog niet. Ja, het is allemaal Chelsea. Dit is allemaal nog een voorbereiding. Het is de voorbereiding op de klapper, dit allemaal. Zullen we dat maar vasthouden voor de volgende aflevering van de FV Voetbal Talk Show? Of we die klapper inderdaad gaan krijgen? Ja, of Aubameyang, sorry. Die is gewoon even... Naar China. Gaat hij wel of niet naar China? Ja, dat zou wel zonde zijn. Ja. Ja, het zou heel jammer zijn. Voetballen waar iedereen wel zijn hart van gaat kloppen. Ja, echt wel. Dan gaan we richting het einde, jongens. De zomerstop staat voor de deur. Wij gaan genieten van een welverdiende vakantie. Lekker aan het strand liggen naar Ibiza. Want dan gaan al die voetballers heen natuurlijk. Of nou ja, niet Ibiza, maar gewoon naar een mooi plekje ergens op de wereld. Ik ga bedanken Trevor Wagener, Daniel van Bokhoven, Silvino Santo, Jeroen Mutsaars op de regie, Jules Segers als mentale steun en toeverlaat bij deze aflevering van de FVF Voetbal Talkshow. En we ook nog Gerf van Bessau bij de techniek. Mijn naam Sjoerd de Vos als presentator. Ik ga jullie een hele fijne zomervakantie toewensen en na de zomer komen we weer terug. Wanneer, dat hoor je nog, maar volg ons via de kanalen en fijne vakantie!